is dat? Ja, een tas. Ja, ja, wat is ermee? Oh, inderdaad. Gaaf. Wat zal erin zitten? Wat doe je? Wil je niet weten wat erin zit dan? Nou dan. Suzina! Wat? Er zit iets in die tas. Ja, daar zijn tassen voor, om iets in te doen. Haha. Nee, iets levends. Doe niet zo raar. Kijk dan zelf. Wat doe je? Nee, wat doe je? Moest toch kijken? Maar je weet helemaal niet wat erin zit. Doe niet zo bang. Doe niet bang. Ik doe voorzichtig. Daniel, zo kun je later geen directeur worden als je overal bang voor bent. Het is gewoon een tas die iemand is vergeten. En er zat vast nog iets te eten in, dus nu zit er een muis en een eekhoorn in. Wat is het? Het is een maki. Snap die mensen niet, hè? Hoe komen ze er nou bij dat je een exoot als huisdier kan houden? Een maki, dat is toch geen hond of een kat? Wij hadden vroeger leeuwenwelpjes en tijgertjes in huis en dat vond jij hartstikke leuk. Ja, maar wij hadden een hele dierentuin voor als ze overstapten van een flesje melk naar rauw vlees, pa. Ik snap het wel, hoor. Kijk nou hoe schattig die is. Ja, schattig en snoezig. Totdat ze je designmeubelen op gaan knabbelen en dan is het uit met de pret. Ze moeten die mensen zelf opsluiten. Nu zitten wij ermee. Opie mag toch wel blijven, hè? Opie? Opie? Ja. Hij lijkt zelfs eigenlijk wel een beetje op opa. Net zo warrig. Warrig en eigenwijs, ja. Net opa. Krijgt dat kind nou nog antwoord, ja of nee? Mag het beestje blijven of niet? Je zegt zelf altijd dat iedereen een kans verdient. Ja, natuurlijk, schat. Maar dat kan ik wel vinden. Het is de vraag of die andere maakjes hem zullen accepteren. Misschien vallen ze hem wel aan. Of misschien vinden ze hem wel hartstikke leuk. Dat kan ook. Dat kan ook. Oké. Oké. Jullie krijgen je zin. Hij mag blijven. Oh, dank je. Hey. Hey. Ben je klaar? Ja. Ik heb een nieuwe potlood, nieuwe gym. En nog bedankt dat ik mee mocht, hè. Hey Daan, Jason. Hey. Wat gaan jullie doen? Oh, vliegtuigjes vouwen. Te gek. Mam. Oh, sorry hoor. We gaan dieren tekenen. Daniel gaat me alle coole plekken laten zien. Hey, gaan jullie naar de aapjes? Die zijn echt heel grappig. Pap, we dachten zelf aan iets spannende dieren. Oké, vind ik goed. Maar je kent de regels. Ja, niet in de jeep. En? Niet bij de roofdieren zonder dat er iemand bij is. Check. Veel plezier. Doei. Dag meneer Durvers. Doei doei. Ben je klaar? Ja. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het gewoon proberen. Wat gaan we proberen? We gaan Opie straks bij de rest van de groep zetten, maar we weten niet of ze hem wel aardig zullen vinden. Natuurlijk wel. Opie is hartstikke lief. Ja, Opie is ook heel lief. Maar toch kan de groep hem verstoten. Nou, we gaan het vanzelf merken. Dus we moeten wel even aan elkaar wennen. Maar als je wordt aangevallen, dan haal hem gewoon weer terug. Ja. Ga maar lekker spelen, Opie. Gaat goed? Adem ze nog? We leggen dat daar op die tafel, met het hoofd aan de rechterkant. Tellen we af op drie. Leggen we dat hier. 1, 2, 3. Ja. Goed zo. Ja, fijn. Oké, daar ligt ze. Gaan we eens even kijken wat we voor jou kunnen gaan doen, hè? Goed, mag ik even... Say hello to my little friend. De echo. Ik wil ook even de status... Bam, 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 bam! Buffa, alsjeblieft! Duurt het nog lang? Weet ik niet. We moeten eerst nog de echo maken, daarna de labuitslagen, bloedprikken. Je kan ook gewoon ja zeggen.
Sorry, schat. Ik hoor het als je klaar bent. Oké. Okay. Even kijken naar allemaal. Publiek nooit komen. Er zijn ook twee panters, maar die zijn nu niet te zien. Waarom niet? Voor de variatie, zoals er altijd wat nieuws. Wat ga je doen? Dieren tekenen. Mag ik meedoen? Jij? Leuke grap. Jou niet eens van dieren. Nee, weet ik, maar... Hou je wel van tekenen? Nee, ook niet heel erg. Nou dan. Sorry, Buf, je zou toch echt wat anders moeten verzinnen? Sukkels! Ga maar naar je vriendjes, Opie. Hier, probeer anders dit even. Misschien dat hij dan op je afkomt. Opie. Kom maar. Opie. Kijk eens, het is lekker. Niet te dichtbij, dat vindt hij niet leuk. Verdorie, Opie! Als we de lui kopen, dan verwachten ze eten. Dan komen ze naar binnen. Moet je kijken. Vette beesten, man. Mooi, hè? Ja. Herkennen ze je? Ik denk het wel, maar vooral als lekker hapje. Wow, ze zijn echt te gek. Hoe doe je dat toch? Nou, eerst teken ik de grove lijnen. Dan ga ik meer de details invullen. En dan ja, dan heb je dit. Buiten verstoppen ze zich steeds. Hier kan ik het veel beter zien. Alleen een beetje jammer van de tralies. Maar we hebben ook plekken zonder tralies. Ja, de kinderboerderij zeker. Nee, niet de kinderboerderij. Vind je neushoorns leuk? Wow, vette bak, man. Het mag van mijn vader echt niet. Hey Daniel, wat maak je eigenlijk druk om? Maar... Het is niet op de openbare weg. Het is niet op de openbare weg. En de verzorgers die mogen het ook gewoon. En de verzorgers mogen het ook. Hey, durf eens wat, Daniel, durf eens. Wedden dat hij het gaaf vindt. Kom op. Als het niet mag, is dat oké, hoor. Nee, joh, tuurlijk mag het. Wij toch ook altijd in het beest? Dit is net zoiets. Oké, okay. Als jij het zegt. Ben je klaar? Oh yeah. Daar gaan we. Let's go! Yeah! Born to be wild! Yeah! Wow, kijk, er zijn de neushoorns. Ja! Woe! Zo, het is echt cool, man. Al die dieren. Ja. Mooi, hè? Ja, het is echt te gek. Hier zou Buffo nog eens jaloers op zijn. Oh, daarom. Dit is echt gewoon... Ik heb er echt geen woorden voor. Zo cool is dit. Oh, echt bedankt dat ik dit kan doen, man. Ja. Dit is echt heel cool. Ben je nog niet klaar? Nee. Is er iets? Nee, niet. Slaap me maar even. Ik heb geen trek tot zoiets.
Weet je het zeker? Wie is het? Ken ik hem? Mam, doe even normaal. Het gaat over Opie. Opie. Is dat een nieuwe jongen? Nee, mama. Dat is een Maki. Oké. Die Daniel en ik gevonden hebben. Lievertje. Ik ben echt heel duidelijk geweest dat je dieren geen namen mag geven. Je gaat je eraan hechten? Ja, maar mam, hij heet alleen Opie. Dat is alles. Ja. En hij wil niet eten. Maar daar kan jij niks aan doen. Dus dan is het niet erg? Tuurlijk wel. Tuurlijk is dat erg. Maar, lieverd, het is niet jouw schuld als hij niet wil eten. En het is ook niet jouw schuld dat hij hier is. Het is ook niet jouw schuld als hij dood zou gaan. Mam, ik wil niet dat Opie doodgaat. Ja, dat gebeurt soms. Nee. Deze kind. Wat ga je doen? Er moet toch wel iets zijn wat Opie wel lust? Ik moet het alleen nog even vinden. Wow, wat zijn ze groot van dichtbij. Hier zijn we safe. Wacht, hier? Geen hekken, geen schrikda? Deze stenen, is dat alles? Oh, dat is niet nodig. Die stenen doen te veel pijn aan hun poten. Oké. En zie je die kleine daar? Ja. Dat is Vince. Dat zie je aan zijn litteken achter zijn oor. Oh, maar herkent hij jou ook? Misschien aan de geur, maar ze zijn zo kippig als maar zijn kan. Gast, en jij woont hier gewoon. Hoe vet is dat? Als ik hier zou wonen, zou het echt cool zijn. Elke dag tussen de gaafste dieren. Ja, en elke dag ook heel gaaf poep scheppen. Zo'n beest murk, jongen. Nou, liever in de stank dan op het kantoor en dat is ik. Je hebt kantoor? Echt niet, jij wordt kunstenaar. Nou, vertel dat tegen mijn moeder. Jongen, ga een vak leren, net als je vader. Met dat getekend valt geen droogbrood mee te verdienen, jongen. Lijkt me eigenlijk wel wat zo'n kantoorbaan. Elke dag hetzelfde. Beetje koffie drinken, vergaderen. Wat lijkt je leuker dan dit? Misschien niet leuker, wel makkelijker. Het is hier altijd wel wat. Elke dag gebeurt iets onverwachts. En dat moet dan ook gelijk opgelost worden. Anders gaan er dieren dood. Kom maar. Zo goed? Maar iets dichterbij. Nou, heel indrukwekkend hoor allemaal. Een paar van die lange nekken en een stelletje van die lopende zebrapaden. Kom op, Daniel. Dat kan toch veel gaver? Wat bedoel je? Kom maar. Weet jij wat pas echt, echt stoer is? Kom maar. De leeuwen? Yes! Wauw! De koning van de dieren. Goed zo. Kom maar. Maar pap zei dat... Ja, jouw vader die zegt zoveel. Hij zei ook dat je niet tussen de roofdieren mocht als er niemand bij was. Ja? Kom maar. Ik ben er toch bij, Daniel? Kom maar. Ik denk niet dat dat is wat papa bedoelde. Zeg, kom maar. Zeg, heb ik jou ooit in de steek gelaten? Kom. Wat gaan we nu doen? Iets wat echt stoer is. Thank you.
hoor. Er ligt een stroommat. Oh. Oké. Okay. Zijn ze mooi, hè? Oh. Die zwarte daar. Is die nieuw? Ja. Tenminste, nog wel. Oh? Het is een vondeling. Zijn baasje heeft hem gedumpt in de dierentuin. Echt super egoïstisch. Egoïstisch? Misschien wilde zijn baasje juist wel het beste voor hem. Ik weet niet. Misschien dacht zijn baasje wel dat hij niet goed voor hem kon zorgen. En dat hij dat moest overlaten aan de experts. Nou, dat is dan mooi te laat. Ik heb echt alles geprobeerd wat maakjes normaal gesproken lekker vinden. Maar hij eet echt helemaal niets. Helemaal niets? Nee. En als we er niet snel achter komen wat hij wel lust, dan gaat hij dood. Zien. En die ene juch is die andere weg voordat hij ging eten. Ja, dat doen ze. Denk jij niet? Nee, geen inspiratie. Je moet wel oefenen, hè? Anders word je niet beter. Ja, maar ik heb gewoon even geen zin. Schiet je al op? Het was toch goed als we dit deden? Ja, dat is ook zo, maar... Kijk, Kenny heeft straks weer de jeep nodig en ik moet wel op tijd terug zijn. Oké, jij bent de baas, baas. Daniël Durvers, wat had ik nou tegen je gezegd? Niet in de jeep en niet bij de roofdieren zonder begeleiding. Ben je helemaal gek geworden? Maar hoe wist je dat ik hier was? Oh. Lekkers voor je. Mevrouw! Dat mag niet. U mag de dieren niet voeren. Overal staan bordjes met de dieren niet voeren. Het zijn gewoon druiven. Ja, maar dat maakt niet uit. Alle dieren krijgen precies genoeg eten. Ze mogen niet meer. Je zei dat hij niets at. Maar hij is gek op druiven. Huh? Ja, maar... Was opie van u? Het was zo'n schattig pluis bolletje toen hij klein was. Ik dacht dat hij wat tam zou worden. Maar soms bijt hij me zelfs. Het blijven wilde dieren. Ik had geen idee. Ik wilde hem niet wegdoen. Maar ik wist gewoon niet hoe ik voor hem moest zorgen. Jullie wel. Doen ons best. Dit is beter. Hier heeft hij tenminste vriendjes. Zo, alsjeblieft. Olifantenpoep scheppen. Pap, echt? Moet dit nou allemaal weg? Ja, jullie wilden zo graag achter de schermen. Nou, ik zou zeggen, leef je uit. En ik zal maar opschieten, want die dames gaan echt niet op jullie wachten. Hup. Ik heb nog even naar die wond gekeken, op de poten. En dat geneest vanzelf wel. Goed.
Fijn om te horen. Joe, komt goed. Ah, schat. Sorry, ik duurde allemaal wat langer dan ik dacht. Ga je mee? Ja. Heb je wel een beetje een fijne dag gehad? Ja hoor. Het was een topdag. Wat fijn. Ja, dat moeten we vaker doen. Kijk eens, Opie, wie er is. Ik heb hem echt gemist. Hij heeft u ook gemist. Hi. Hi. Hoe komen jullie toch aan Opie? We hebben hem naar opa genoemd. Hij is ook zo warrig en eigenwijs. Ik had hem Bartolomeus genoemd. Opie is leuk. Hallo. Anton Durvers. Ik begrijp van mijn dochter dat onze nieuwste maakje van u was. Ja, dat klopt. Ik had Bartje... Ik bedoel Opie. Mevrouw, het is echt geen goed idee om een exoot als huisdier te houden. Dat weet ik. Kom op, Anton. Laat die mevrouw toch. Ja, het was stom van haar, maar dat weet ze zelf ook wel. Pa. Ja, maar dankzij haar hebben we wel een nieuwe maakje. Hè? Dat is ook wat waard. Geef die mevrouw nou een ja-kaart. Dan kan ze open hier gaan bezoeken wanneer ze dat wil. Jij blij, zij blij, wij blij, allemaal blij. Ja, toch? Ik zeg dit niet vaak, maar mijn vader heeft gelijk. Oh, bedankt. En u ook bedankt. En jullie bedankt dat je zo goed voor Opie hebt gezorgd. Loopt u maar met mij mee, dan gaan we dat abonnement meteen regelen. Tot zo. Dat heb jij heel goed gedaan, Rosina. Heel erg goed. Jij bent erg goed met die dieren, hè? Dat heb je van mij. Jij kunt eigenlijk wel komen werken hier als je wilt. Later. In de dierentuin? Ja. Nee, echt niet. Nu vind ik het even leuk, ja. Maar ik ga de wijde wereld in. Je hebt gelijk, kind. Je hebt gelijk. Hey, Daniel. Hey, dat schiet er lekker op, man. En nog een paar uurtjes, dan ben je wel klaar. Waar is Jason? Hij mocht naar huis van pap. Het was zogenaamd zijn schuld niet. Ja, maar het was toch ook niet zijn schuld? Nee, het was jouw schuld. Is dat zo? Ja. Het was jouw idee om met de jeep naar de leeuwen te rijden. Daniel, ik ben niet eens echt, hè. Ik zit in jouw hoofd. Ja, dit is gewoon wat jij wilde. Kun je alsjeblieft weggaan? Ja, ja, tuurlijk kan ik dat. Weet je wat nou zo grappig is? Je kan het dus allemaal wel, hè. Moet je niet vergeten. Doe het, Daan. Doe het. Ik heb een bril geraakt. Ja. Er is iemand in een leeuwkuil geweest. Nee, wacht! Ik wil alleen met je praten!